developing economies like China's are consuming more and more fossil fuels. And that means more carbon in the sky. In zwaar beschadigde toeristenplaatsen. Australia was in a huge drought. That occurred all over the world. Huizen liepen onder water. Auto's en bussen werden door het wassende water meegesleept. Zeker 6 mensen kwamen daarbij op. My family and I will have to evacuate soon. Nachtmerries en doemscenario's. Waarom worden we eigenlijk bang gemaakt? De meeste dromen zijn bedrog, zingt Marco Borsato. En dat blijkt. Al Gore kreeg kritiek omdat hij de weersverschijnselen overdreef. Wetenschappers zouden gegevens hebben gemanipuleerd om door de mens veroorzaakte klimaatverandering te kunnen bewijzen. Maar ja, dat Kyoto-verdrag, dat is dat toch niet voor niets? Wat moet een gewone hardwerkende jongen met al die tegenstrijdige berichten? En kan ik als individu eigenlijk iets veranderen zonder mijn huidige luxe leventje op te geven? Oké, tijd om op pad te gaan. Pier Vellinga, een oude bekende van me, houdt zich al jaren bezig met klimaatverandering. Hij is er zelfs hoogleraar in geworden. Wat vindt Pier er precies van? Valt het nou allemaal wel mee of niet? Kan hij me uit de droom helpen? Pier, hoe zit het nou eigenlijk? Want ik bedoel, je leest dit in de krant, je ziet dat op tv. Allemaal enge verhalen over klimaatverandering en zeespiegels die stijgen. Maar wat is er nou van waar? Nou ja, ik bedoel, er is wat van waar. Er is natuurlijk een hoop gedoe omheen. Je wordt ook gewoon bang gemaakt. Want de politicus die de wereld kan redden, die is natuurlijk koopman. Maar ondertussen, hè, Al Gore heeft het zwaar aangezet, dat geef ik toe. Maar ja, die smeltende ijskap op Groenland, dat gaat nog door. Gaat dagelijks door. En ook op Antarctica. En het water komt naar ons toe. Ja, maar ik bedoel, wat kan ik er nou aan doen? Kijk, het is heel eenvoudig. Wij brengen een hoop gas in de lucht. Daar kan de warmte niet zo makkelijk meer weg. En het wordt warmer. En ook in Nederland, je ziet al, het groeiseizoen is wat langer. Het regent wat harder. Daar bij de Middellandse Zee, nou, dan wil je al geen zomerhuisje meer hebben, hoor. Dat is gewoon veel te heet daar aan het worden. Ja, het wordt heet. Nou, zie je, dus dat klimaat is aan het veranderen. Het gaat gelukkig niet zo hard. Maar als we nou willen dat ook onze kinderen en kleinkinderen natuurlijk nog een beetje goed leven hebben, ja, dan moeten we toch er wat aan doen. Maar ik bedoel, wat kan ik er nou aan doen? Nou ja, uiteindelijk, het is natuurlijk een kans voor ons allemaal. Een nieuwe energie, duurzame energie, een langer groeiseizoen. Jo, klimaatverandering, zeker voor ondernemers, het is een spel van kansen. Maar ja, ik zie ze niet, hoor. Ik kan jou blijkbaar niet overtuigen, maar ik ken iemand die het wel kan. Zal ik hem eens bellen? Ik ga hem bellen. Ja, mag hem. Dat gaat helemaal lukken zo. Die klimaatverandering is dus een feit. En volgens Pier moet je de klimaatverandering zien als een kans. Je erdoor laten inspireren. Vooruitkijken. En dus stuurt hij me naar een astronaut. Wubbo Ockels. En die schijnt heel goed vooruit te kunnen kijken. Ik zou juist zeggen dat een astronaut voornamelijk verlangend omhoog kijkt. Dat doe je voor je vlucht. Maar als je één keer in de ruimte bent geweest, dus buiten de aarde, buiten aard, dan realiseer je met een schok dat waar jij bent in de ruimte, daar is niks. Daar is het levensgevaarlijk, er is geen lucht om te ademen, ijskoud. En dat alles wat waardevol is, alles wat leeft, dat zit dus voor jou op die aarde. En dat de bescherming van de aarde eigenlijk dat hele dunne laagje lucht is wat om ons heen zit. En dan heb je automatisch het gevoel van, hey, deze aarde, dit ruimteschip wat we eigenlijk hebben, daar moet ik zuinig op zijn. Als je naar buiten loopt en je loopt in de blauwe lucht, heb je er geen idee dat daar gevaar boven zit. Maar van buiten zie je dat wel. En dan realiseer je dat wij op een soort oase zitten, een soort ruimteschip aarde. En daar moeten we gewoon zuinig op zijn, want dat is het enige wat we hebben.
En daarom ben je toen begonnen met het uitdragen van duurzaamheid? Ja, ik heb het wel sinds die tijd als een verantwoordelijkheid voor mij gezien, als een soort missie van dit moet ik gewoon doen, dit verhaal moet ik aan meerdere mensen vertellen. Voor die tijd was ik al wel redelijk bewust van het feit dat we zo niet door konden gaan, maar ik zette mezelf er nog niet voor in en dat doe ik nu wel. Ja, leuk, maar ik bedoel, ik ben een gewone man. Ja. Hè? Ik heb straks, jij zegt eigenlijk, straks mogen we geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. Ja, dat betekent mijn comfort raken kwijt. Je wil straks dat ik alles op de fiets doe. Het gekke is, wij zijn, je moet het anders zien, wij zijn in de industriële revolutie een richting uitgegaan die we niet door kunnen zetten. En dat probleem hebben we dus nu. We moeten veranderen, want zo kunnen we niet doorgaan. Ja, maar wat er aankomt, is geweldig. Het is zoveel mooier dan wat er daarvoor was. Die oude rommel, die wil je niet meer hebben. Stinkende auto's wil je niet meer hebben. We hebben straks elektrische auto's. De zon die geeft ons in Nederland al 100 keer meer energie binnen dan wat we nodig hebben. Over de hele wereld praten we over 8000. We hebben helemaal geen energieprobleem. En het leuke is dat die problematiek die we nu hebben om te zwaaien naar een lifestyle die met de natuur een wisselwerking heeft, niks kapot maakt, geen afval heeft, de zon gebruikt als energie. In die lifestyle zijn we allemaal een stuk gelukkiger, voelen we allemaal een stuk blijer. Er is gewoon een hele mooie duurzame toekomst aan te komen. Maar wat moet ik dan doen om daar dan aan mee te doen? Het belangrijkste voor gewoon een normale burger is dat je tegen de regering zegt dat ze de andere kant op moeten. Want als dat schip nog steeds dezelfde oude kant op gaat, dan komt er straks een enorme klap. En die dreun, daar hebben jullie allemaal, en ik ook, last van. Maar als we nu het tij gaan keren, we gaan de koers veranderen, dan gaan we net zoals Duitsland, als een speer, de economie die gaat goed en we worden duurzaam. En zoals ik dan zeg, krijgen we een stukje happy energy. Ja. Het lijkt nog niet helemaal overtuigd. Ja, het is voor mij nog, ik weet niet of ik dat wel kan. Echt gelukkig zijn. Weet je wat ik doe? Ik heb het je nou zo duidelijk mogelijk gemaakt. Ik stuur naar iemand die zijn hele leven heeft gewijd aan happy energy. Dus Roemer, geef me even de kans. Ik ga even bellen. We hebben geen energieprobleem. Er is energie genoeg. Dat is een interessante gedachte. Maar het moet anders. Want los van de klimaatverandering, fossiele brandstoffen raken op. Dus die worden steeds duurder. De huidige technologie, dat is het probleem. En de nieuwe technologie, dat is de oplossing. En dat brengt ook nog onze economie een sprong vooruit. Wat een inspirerende man die Wubbo. Ik heb energie van hem gekregen. Misschien wel happy energy. Hoi. Hoi. Je bent Sip Koeri? Ja, klopt. Ja, ik kom van Wubbo. Van Wubbo. En die zei, jij hebt de happy energy. Wubbo. Ja, Wubbo is van de energy, ik ben van de happy. Okay. Maar kom verder, joh, dan een kopje koffie. Ja, leuk. Lekker. Heb je wel zin aan? Ja, dat zeker. Ja, wat Wubbo zegt, dat klopt wel. Het geeft gewoon heel veel energie om dingen zelf te doen. Maar daar moet je wel tijd voor hebben. Wat een beetje tijd voor maken. Niet alleen maar werken. Maar wat doe jij dan allemaal precies hier? Eigen beesten. Het is vlees, van eigen erf. De schapen, konijntjes zijn net de laatste zit in de vriezer. Koeien, een stukje verderop. Jij doet alles zelf, man? Ja, heel veel dingen probeer ik. Probeer zoveel mogelijk zelf te doen. Moestuin, maar waar je eigenlijk heel weinig voor hoeft te doen. Dus energie uit de zon. Ik had al zonneboiler, dus dan pek je je eigen warmte eigenlijk op uit de zon. Gaat in mijn vloerverwarming, tapwater. Dus als de zon schijnt, kost me dat niks. Dus dat is al een leuk dingetje. Nou, onlangs net zonnepanelen gelegd. Dus gratis energie. Je hebt dus gewoon je warmte, je elektriciteit, ja. Je kookt, je doucht uit je dak. Kost allemaal niks. Dus ik zou bij wijze van spreken mijn autootje erop kunnen laten rijden. Je elektrische autootje? Ja, elektrische fiets. Misschien, hè, als we wat ouder zijn, dan kunt hem zo opladen. Van je eigen energie. Nou. Ja, simpel toch? Kind kan de was doen. En ook voor de wasmachine, wasdroger? Nee, de was hangen we het liefste natuurlijk gewoon buiten. Met dit mooie weer hier zo de laatste tijd. Wind en zon, het is ook droog. Dan hoeft het niet in de droog. Ja, natuurlijk. Sorry. Dus iets anders wat je ook. Wat ik iedereen aanraad, zeg maar, om lekker energie van te krijgen, is een moestuintje. Een moestuintje? Ja, gewoon groenten kweken. Eigen aardappels eten. Eet jij je eigen aardappels? Ja, nou ja, goed, dat zou iedereen eigenlijk wel kunnen doen die een klein stukje tuin heeft. En je kunt er graszoden leggen, kan. Maar je kunt ook zeggen, nou, een klein hoekje, aardappeltjes erin. En dan misschien niet het hele jaar rond, maar dan kun je er wel van eten. En daar word jij happy van?
In de tuin. Ja, ik word daar happy van. De meeste mensen werken alleen maar hard, veel geld verdienen en weer uitgeven, zeg maar. Hè. Dat is ook een lol, kan. Maar je kunt het ook gewoon hard werken in je eigen tuintje. Dus minder werken voor het geld. En geld uitsparen. En je eigen groenten verbouwen. Ja, maar kijk, ja, niet iedereen heeft 2 hectare. Nee, dat kan ik me voorstellen. Ja, maar je hebt toch 2 hectare grond nodig om een beetje rond te komen? Nee, joh. Als je nou zo'n vakje neemt, een paar vierkante meter heb je genoeg aan. In een nieuwbouwwijk zou het al kunnen. Je hoeft niet allemaal gras en van die rare plantjes van overver. Gewoon eigen eerlijke groente kan al. Ook in een nieuwbouwwijk? Ja, zeker. Sipke heeft niemand nodig. Geen nutsbedrijven, geen supermarkt. En als alles uitvalt, hè, fossiele brandstoffen opraken en onbetaalbaar worden, onze economie in zwaar weer verkeert, dan draait Sipke's boerderij met zijn moestuin en zijn energieopwekkende dak gewoon door. Hij is onafhankelijk. En dat ook nog eens zonder de aarde te vervuilen. Wauw, bestaat dus echt. En kijk eens, hij is geloof ik niet eens de enige. Hoi. Hallo. Lekker bezig. Ja. Dat zijn aardbeiplantjes of wat? Ja, aardbeiplantjes hebben we hier. Aardbeien uit eigen tuin. Zelf eten? Zeker, dat is het allerlekkerst. Ja, onbespoten, hè? Ja, dat smaakt het... Dat is duurzaam, of niet? Ja, dat proberen we. Dat proberen we wel te doen. Eigen moestuintje. Kinderen wat bewust te maken van hoe alles groeit en bloeit en op je bord terechtkomt. Ja, mooi. Ja. Doe je nog andere dingen dan met duurzaamheid? Ja, we hebben zonnecellen op ons dak. Die is een beetje lastig zien. Ja, ik zie ze niet hoor. Die zitten op het schuine gedeelte. Ja. En op die manier geven we energie terug aan de energieleverancier. Ja, en levert het nog wat op? Klopt. We krijgen wat centjes terug. Dus het werkt gewoon, hè? Het werkt gewoon, ja. Zeker. Iedereen doet dat zoiets hier? Heel veel mensen hebben zonnecellen, maar ja, er zijn nog veel meer mogelijkheden om op een duurzame manier bezig te zijn. Die hebben ook hier, zonneboiler, ja, volgens mij. Klopt, ja. 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 Nou ja, ik ben ook aan het besparen. Ik doe ook duurzaam. Op de fiets. Ik ben met de fiets. Ja. Dus ik denk, met dit weer ga ik niet meer met de auto. Nee. Pak lekker de fiets. Zeker, hartstikke goed. Lekker gezond ook. Hè? Ik kom terug als ze rijp zijn. Prima, je bent welkom. Tot later, hè? Ja, oké, okay, dag. Goeiedag, bent u bekend hier? Ik zoek de megastaller van Dilly van Vlissingen. Nee, sorry, ik ben niet bekend hier. Oké, dan zoek ik verder. Drenthe. Dit is toch wel zo'n beetje hoe ik me Drenthe altijd al had voorgesteld. Rust, ruimte, de geur van wilde bloemen, fluitende vogels. Je zal hier maar wonen. Astronauts of our spaceship Earth. It is our responsibility to maintain spaceship Earth in good quality. Reflect the future. There's only one Earth. And there's no spare. And there's no spare. What's up, do we know? Mumba.